kent hem niet. Hallo. ik zou hem kort aankondigen en dan kan hij zijn prijsje geven. Maar hij heeft gevraagd dat hij van tevoren de Stroop Raffles kan ontvangen. Dus als jullie dan even het applaus doen, alvast. Nee, doe dat maar als... Dankjewel. Ja, ik heb deze stroopwafels nodig om wat te laten zien dadelijk. Goed. Wie ben ik? Goedemiddag trouwens. Any non-Dutch speakers? Oké, dan doen we het een keertje in het Nederlands. Goedemiddag, wie ben ik? Ik ben Rudy. Ik loop hier al een tijdje mee in het hele NLUG gebeurde en Usenix en andere dingen. Normaal overdag doe ik DevOps en ben ik CTO bij een bedrijfje dat heet Spronk. En als ik dan nog wat tijd over heb, probeer ik dat te verdelen tussen wat leuke dingen met hardware doen. Want ik ben van origine elektrotechneut en ja, dan blijf je toch gewoon een beetje in soldeerbouten hangen. Dat verleer je nooit. En ik doe nogal wat aan fotografie. Maar ik ga het vandaag hebben over dat middelste ding, over hardware. En voornamelijk over FPGA's. Ik zal het dadelijk vertellen van wat is het? Wat zijn dat? Wat is dat? Waarvoor gebruik je het? Waarom is het leuk? En hoe ga je daarmee, als je dat nou echt leuk vindt en als je een beetje hardware-oriented bent, daarmee aan de gang? Wat voor hardware heb je dan nodig? Wat voor software is daarbij? En wat is daar aan te doen in het open source domein? Want ik kan je al vertellen, dit is een heel erg closed source Windows business. Al die grote bedrijven die hardware bouwen en die dan FPGA's gebruiken daarin. Dat zijn allemaal Windows-oriented. Meeste ontwikkelingssoftware is Windows-based, maar er is ook open source. En dat ga ik ook proberen te demonstreren. Ik wil eventjes dat ding zo, dat ik kan zien hoe snel dat moet gaan. Goed, in hardware. Heel vroeger, hè, de tijd nog voor mijn tijd, dat is dus best wel voor de NLUG. Deden we alles met elektronenbuizen en transistoren. En toen moest het sneller en kleiner, die elektronica. Toen kreeg je chips, geïntegreerde circuits. Die werden dan gemaakt op dit soort dingen, maar dan van silicium. Hè, met van die hele grote apparaten die ASML maakt. Hè? Daar komt ook de stroopwafel. Wat is de overeenkomst tussen een stroopwafel en ASML? Bedenk het. Dat werden steeds meer standaardblokjes. TTL-chips, daar waar poortjes in zaten die logische functies deden. En ook combinatorische dingen met flip-flops, zodat je in de tijd dingen kon. En daar werd dan een computer mee gebouwd. En dat ging dan. Dan kreeg je ook, als je een heleboel poortjes op die ene stuk silicium plakte en op een juiste manier in elkaar zette, kon je daar een processor mee maken. Maar ja, die processor die kon je programmeren en je had dan altijd nog losse poortjes nodig om dat aan elkaar te lijmen. En ja, dat werd dan weer van die losse chips, losse TTL. En dat je bouwde dat op een grote printplaat en dan zat het aan elkaar vast. Dan had je iets gebouwd, een computer, een Apple computer, zo is de Apple II gebouwd. Processor, een heleboel logica ertussen, geheugen, I/O. Maar ja, dan zat het vast. En dan had je dat bedacht, print gemaakt, logica erop. En dan werkte het niet. Want je had bedacht dat daar zit een AND-poortje, die AND-functie D. Ja, en het had eigenlijk een OF-poortje moeten zijn. Shit, andere chip, andere print enzovoort. Nou,
Wat was daar de oplossing voor? Programmeerbare logica. Oftewel, ik heb een chipje. En dat chipje, dat kan ik eruit halen. Kan ik in een programmer stoppen. Kan ik programmeren. Kan ik een functie in programmeren. Logische functie in programmeren. Kan ik op die print zetten en dan doet hij wat anders. Nou, fantastisch. Toen kwam het idee van, nou, als ik nou van die chipjes maak die een heleboel van die basisblokjes hebben en dan met een masker, hè, dat een heleboel basisblokjes opzetten en daar ligt dan een masker op die verbindingen maakt en die doet dan een specifieke functie, dan heb ik al die glue-logica niet nodig, kan ik een eigen processor met dingen maken, een application-specific integrated circuit. Hè. Alleen dat is heel lastig, want je moet dit ding doen. Je moet zo'n machine van ASML hebben. En die heeft niemand in de schuur. Echt niemand. Daar heb je niet één schuur voor nodig. Dan heb je drie cleanrooms voor nodig. En dan krijg je dus eigen chips, full custom. Nou, nu zijn er een heleboel dingen die zijn met full custom. Maar er is ook allemaal van nog in dat tussenliggende ding. Van ik wil elektronica maken, ik wil hardware ontwikkelen. Dat is allemaal heel complex. En ik wil niet een compleet print maken en dan erachter komen van shit, het werkt niet. En daar zit fout. En die print is 6 lagen. En daar, in de verbinding zit iets niet goed. In een laag 3, in dat 3 mm, 2 mm dikke printje. Dat krijg je nooit gefixt. Als ik nou programmeerbare logica heb, waar ik een andere interconnect op die chip kan maken, dan kan ik daar andere verbindingen in maken en dan kan ik zo die chip herconfigureren. En dat kan ik zelfs on the fly doen. Dat betekent dat de ene moment, de ene seconde, het board die functie doet. En misschien een paar milliseconden later heb ik andere masker erop geflasht. Dan doet het hele chipje doet iets anders. Nou, daar kan je fantastische dingen mee doen. Dus de programmeerbare logica. Hè? We hadden net over programmeerbare logica in kleine chipjes. Combinatorische logica. Dat waren die PALs. Die zitten ook in de Apple. Gewoon, ik heb 20 endpoortjes en een multiplexer en zo. En die wil ik aan elkaar zetten en die doe ik in één chipje. Programmeer ik één keer in een programmer, zet ik op een board. Hè? Dan die Field Programmable Gate Arrays, dat zijn FPGA's. Dat is iets waar allerlei losse blokjes in zitten. Combinatorische dingen en ook flipflops, dus in de tijd. Plus een matrix, ik kom er dadelijk over terug, hoe je die dingen met elkaar verbindt. En dan kan je dus een semi-custom chip maken met semi-custom functies. En je kan daar hele complexe functies in doen. En het is niet een processor. Je hoeft dat niet te programmeren in stapjes. Nee, je kan heel je logica uitschrijven. En je kan daar een pipeline mee maken. Zodat het niet in 5 clock cycles of honderden clock cycles die functie doet. Maar gewoon in één keer. Want je zet hier erop en... Want je hebt die logica allemaal achter elkaar. Het is niet een programma. Het is gewoon verbinding in logica. En ja, je hebt die application-specific dingen. Maar daar heb je dus dit voor nodig. Dus FPGA's. Fantastisch. Wat kan je daarmee? Nou, glue tussen je processor, je I.O. en je memory. Je kan, hè, ik zei van net, hele complexe algoritmes kan je in logica bakken. En dan gaat reten snel. En je hebt allerlei al voorgedefinieerde functies, programmaatjes, hoe zo'n die interconnect matrix eruit ziet. Dat kan je beschrijven in een hogere taal, kom ik daar ook op. En dat kan bijvoorbeeld een complete businterface zijn. Of een complete display-aansturing. Of zelfs, je hebt blokken die een image stream uit een camera
al pre-processen voor specifieke image processing dingen. En dat gaat zo snel, dat kan geen processor, dat kan geen graphics processor tegenop. Ik kom dadelijk op terug met cijfertjes. Het is flexibel, hè? Geen nieuwe boards en on the fly reconfigurable. Dus je hardware, waar je vroeger een hele cycle voor nodig hebt van ik ga bedenken hoe die elektronica in elkaar zit. Ik moet een printboard laten ontwerpen, ik moet een schema maken, printboard laten ontwerpen, die print solderen, spanning erop, werkt niet, jammer. En dan debuggen. Terwijl je nu dat in software kan schrijven, kan verifiëren, kan emuleren met een klein boordje en alleen die ene chip erop. En je kan dat gewoon debuggen in software, je kan een ander masker erop schieten en hij doet iets anders. Dus waar gebruik ik die dingen voor? Nou, die dingen zijn... Signaalprocessing zijn ze heel goed in. He, je hebt van die FPGA's die aan de buitenkant... Hallo. Je hebt... Signaalprocessing. Je hebt van die FPGA's die al direct sensorinterface, data-interface op analoog niveau. Dat zit er al AD-converters in. En dan kan je een signal processing pipeline maken. Bijvoorbeeld in die LOFAR... Jullie weten wat LOFAR is, grote radiotelescoop gedistribueerd bij jou in de achtertuin. Er zijn heel veel antennes, er komt heel veel signaal af met een hele hoge snelheid en dat moet geprocessed worden. Dat kan je niet met een graphics board doen, dat kan je niet, al helemaal niet met een processor doen. Dat doen ze dus met FPGA boards, waar ze het initiële processing van die data in een logische pipeline hebben gemaakt. Nou, wat kan je er nog meer mee doen? Omdat ze zo snel zijn en zo fantastisch zijn, kan je natuurlijk ook bitcoins mee minen. En dat gaat veel beter dan met hele dure graphicskaarten. Want je hebt er minder mee nodig, kost minder energie. Dus er zijn mensen die oude processoren, bijvoorbeeld de 6502, omdat die kan je niet meer krijgen. Ja, op Ali kan je fake krijgen, maar dat werkt dan niet helemaal. Die hebben dus gewoon een 6502 in hardware description language, dat zijn die taaltjes waar je mee zo'n FPGA programmeert, hebben die geprogrammeerd en die hebben dus op zo'n klein boordje 6502 gemaakt. Nou, daar kan je dus dan bijvoorbeeld als je een beetje een paar jaar geleden was er een praatje van iemand die een processor had gemaakt met TTL-logica, met heel veel poortjes. Nou, dat kan je dus in één zo'n FPGA, kan je dat gewoon gieten en dan kan je het programmeren. Misschien een beetje minder leuk, maar ja? Die is echt klein, maar hoe klein moet ik dat denken? Dit is zo, het boordje. En die chip die is... Dit is 40 pins. Arduino nano formaat. Nou, die gast die heeft dat gedaan. Hartstikke leuk. Omdat dat allemaal zo snel gaat, kan je daar custom computing mee maken. High performance computing. Google gebruikt die dingen voor image processing. Die zitten in auto's. Voor al die zelfrijdende auto's en image processing daarvoor. En... dingen als image processing voor 5G of data processing voor 5G, medische images die uit scanners komen en snel geprocessed moeten worden, real-time. Kunstmatige intelligentie. Kijk, zo'n autosysteem, om dit beeld dat te maken, dit komt uit de camera, gaat zo'n FPGA met slimme algoritmes erin en real-time maakt hij dus dit. En probeer dat maar eens real-time met 60 frames of 100 frames per seconde door een processor te halen. Dan kost dat heel veel processing power, wordt heel erg warm, is heel complex. Dit is ook wel complex, maar je hebt een pipeline. Dus dat gaat sowieso gewoon sneller en het is parallel. Dus, dat soort dingen. Voordelen. Nou, ik heb het al gezegd van als je zo'n ding hebt, die dingen gebruikt. Ze zijn snel.
low latency. Kleiner dan microseconden. En als je dat uitprogrammeert, moet je bijvoorbeeld een loopje programmeren. Terwijl je dat gewoon in één keer er doorheen schiet. Je hebt FPGA's die rechtstreeks interfacen met Ethernet. Zit Ethernet on board? En dat die bitstream uit die Ethernet controller gaat zo je logica in. Wat minder is van, ja, soms kost het wat meer effort om dat te programmeren. He, er zijn meer mensen die denken in sequentiële, normale programmeertalen in plaats van zo'n parallele taal waar je in logica denkt. Want het is echt anders denken. Je denkt in hardware in plaats van ik doe achter elkaar dingen. Er zijn taaltjes. Verilog, VHDL. Ik zal dadelijk Verilog een klein beetje laten zien hoe dat eruit ziet. Waarmee je zo'n ding kan programmeren. En er komen nu ook vertalers van hogere talen, C, C++, OpenCL initiatief van Intel, die C-like languages, of C++-like languages, in één keer in allerlei stappen omzetten in een bitstream voor een FPGA. Dus je kan dan makkelijker ingewikkelde algoritmes zo automatisch parallelizerend in een FPGA schieten. En ja, het kost minder stroom, meer energie-efficiënt. Even een voorbeeldje daarvan. Een simulatie, Monte Carlo simulatie, dus random data ergens in en dan een systeem simuleren. Ik heb het heel veel gedaan vroeger bij scheikunde, waar we beweging van moleculen simuleerden. Maar als je dan ziet dat als je iets wilt doen met een FPGA ten opzichte van een CPU of een GPU. Die GPU die gebruikt veel meer energie. Die gaat wel sneller. Hè, die gaat fors sneller dan die CPU. Maar ja, die FPGA die gaat, mits goed geprogrammeerd en nog geoptimaliseerd, ongeveer even snel, maar een fractie van de energie. Dus dat is ook wel handig, want dan kan je er namelijk meer bij elkaar, meer op een boord zetten voordat je het hele ding wegsmelt. Dus ja, daar worden ze veel in toegepast. Je hebt een paar grote clubs die dingen maken. Van heel klein met zeg maar 3000 elementen tot 100.000 tot 200.000 celletjes die je dan aan elkaar knoopt. En met geïntegreerde interfaces, speciaal bijvoorbeeld voor 5G. Waarbij door meerdere antennes te gebruiken je de richting van het radiosignaal kan veranderen. Dus door faseverschuiving op die antennes. Nou, dat is een heleboel dingen die, als je dat moet uitrekenen met een normale processor, kan je dat niet op 3 gigahertz doen. En dat kan dus met een FPGA wel. Radarsysteem is dit ding. Dus hoe ziet dat er nou uit? Zo'n ding heeft een aantal basiselementen. Je hebt I.O., dus waar je die sensoren aan knoopt en ik ga het dadelijk laten zien, je ledjes aan knoopt. Logische blokjes en verbindingen. Verbindingen tussen die logische blokjes. En dat is een matrix. En van deze kant even kijken. Hier heb je een FPGA. Ik heb geen pointer. Huh? Even kijken, waar is mijn muis? Nee, dat gaat snel. Fijn. Oh. Yeah. Dat is hetzelfde plaatje als straks. Je hebt allemaal logische blokjes. Je hebt, aan de randen heb je wat I.O. En zo'n blokje, dat ziet eruit als een stukje combinatorische logica, dat is een lookup table. Daar kan je gewoon je logische functies in stoppen. Dus als twee poortjes en één, als twee ingangen een 1 zijn, dan moet de uitgang ook een 1 zijn. Dan heb je een N-functie. En er zit een flipflopje in om in de tijd dingen achter elkaar te laten doen. Dus
Er komt een signaaltje aan. Dan wordt de uitgang hoog. Dan gaat het signaaltje weg. Komt het signaaltje weer aan. Wordt de uitgang laag. Daar gebruik je zo'n flipflopje bij. En je hebt aan de buitenkant van die dingen, van die celletjes die dan de uitgang doen of de ingang doen. En dit is heel eenvoudig, gewoon logica. Maar je kan daar ook dus dingen als complete AD-converters en dingen in hebben. Dus, en die verbindingen daartussen, dat is dus dat grid wat er overheen ligt. En dat kan je programmeren. Dus wat je doet, je maakt een programma. Je beschrijft de functionaliteit. En wat komt eruit voor een bepaalde chip? Hoe die verbindingen liggen. Die verbindingsmatrix. En als je dat dan in dat chipje giet, er zit dan nog wat logica bij. Die dan zorgen dat zo'n bitstream netjes verdeeld wordt over dat array. Zodat die verbindingen juist komen. Dan heb je je functionaliteit. Dus hoe gaat dat? Hoe ontwerp je zo'n ding? Ik bedenk van wat ik nodig heb. Ik bedenk de blokjes die ik erbij nodig heb. En die blokjes die knoop ik aan elkaar. In een taaltje. En dan heb je dan zijn er twee talen die daar heel erg in de picture staan. Dat is VADL en Verilog. Dat zijn talen waarbij je die hardware kan beschrijven. Dan doe je een compileslag, een synthetiseerslag en place and route. Dat betekent dat je software bedenkt hoe dat grid in elkaar komt te zitten. Hoe die interconnects tussen die blokjes en welke blokjes dat je gaat gebruiken. En zo'n blokje, dat is dan zo'n logisch blokje. Maar dat kan dus honderden van die logische blokjes kunnen dus weer één blok zijn die je als functie in die hogere programmeertaal of die hogere hardware description language. Dus ik zeg van, ik heb een opteller. En die opteller is dan gedefinieerd ergens in een library. En die bestaat dan uit de honderden kleinere blokjes. En die kleinere blokjes die zitten dus in die FPGA. Dus dat duurt even om dat te maken. Dat duurt een paar seconden tot, als je een hele complexe FPGA hebt, duurt dat uren om dat te doen. En ja, dat kan je misschien ook wel in een FPGA stoppen. dan kan je dat simuleren. Dan kan je ook zeggen van hoe die timing er dan uit gaat zien. Want die dingen die zijn natuurlijk, omdat die chip, je heeft afmetingen. Je weet precies wat de vertraging is tussen, als het van dit blokje op die chip naar dat blokje gaat, weet je precies hoe lang dat duurt. Want je weet precies hoe lang dat door dat grid moet. Terwijl als je dat op een printboard doet, dan zitten daar dit ding en daar dat ding. Ja, dan moet je dat. Dan wordt het een stuk complexer. En dan kan je dat niet eventjes snel omzetten. Maar hier kan die software dat allemaal doen. Nou, wat komt eruit? Er komt een hele rij bitjes uit. Die hele rij bitjes die schiet je middels een flashprogramma in die chip. En dan ga je hardware uitproberen. Nou, hoe ziet zo'n taaltje eruit? Dit is Verilog. Als ik dit wil implementeren, dus een N-poortje, een off-poortje en een invertertje. Ik heb daar vier ingangen, ik heb daar twee uitgangen. Nou, ik zeg dat ik vier ingangen heb, ik heb twee uitgangen en ik heb signaal 1 is A en B. Nou, dat is dus dit. A en B. Out 1 is dit signaaltje hier. Of dit. En out 2 is niet dat wat er hierin gaat. Zo simpel is het. Dit is een simpel voorbeeld. Maar en je kan dus ook dan ook die flipflopjes gaan gebruiken en zo. Al die elementen die zitten in die hardware beschrijvingstaal. En dit proces in parallel, hè? Net als hardware. Als ik hier wat aanbied, gebeurt dat direct daar. En het is niet dat het eerst dit doet en dan dat. Nee, dit is in parallel. Hardware is
Dus, nou. Nu weten we hoe het moet. Nu gaan we ermee spelen, want dan is het veel leuker. Er zijn simpele FPGA'tjes. Van Lattice bijvoorbeeld. Daar zitten, ik heb hier dat boordje, wat er staat. Er zitten 3500 celletjes in. Er zitten 250 pennetjes op. En een ding dat kan maximaal, anders wordt hij te warm, op 250 MHz. En dat kost 5 euro. Nu zit het hier op een boordje. Het boordje kost meer dan het hele chipje. En wat zit er nog meer in? IQ.C, dus je kan direct I.O. aanhangen. Slides komen op de website. je kan er direct een display aanhangen, een LVDS-output. Die chip die kan 24 mA ledjes aansturen. Dus, fantastisch ding. Er zijn een paar Spanjaarden die hebben dat leuk op een boordje gemaakt. Het boordje is Arduino compatible, dus je kan er een Arduino head opzetten en dan kan je je I.O. verder doen. Leuk boordje. Maar er zijn ook allerlei andere simpele boordjes die. Maar ja, nu heb ik hardware. Zo ziet dit eruit. Al die poortjes. En je hebt dus die FPGA. Er zit nog een AD-converter los op. Voor het leuk. Er zit een flash memory op. Daar gaat die bitstream in. Die bitstream die dadelijk uit mijn compiler komt, die gaat hierin. En op het moment dat je het ding aanzet, flash je die bitstream op in die FPGA. En dan op dat moment is dat grid geprogrammeerd. Nou ja, dus een 12 MHz klok kan veel harder hoor. En het loopt op 5 volt. Je kan er ook low power dingen aan hangen. Leuk boordje. En nu de software. Want je hebt heel veel software nodig om dat voor elkaar te krijgen. Want je moet die taal moet je compileren. Dan moet je dat bedenken hoe dat op dat. Hoe die celletjes bij elkaar moeten en dan moet daar een grid uitkomen. Nou, je hebt daar elke vendor die dingen maakt, die moet natuurlijk ook die software maken, want anders gaan ze die dingen nooit gebruiken. Nou, daar komt het, al die software is heel erg Windows-oriented. Er zijn wel, komt steeds meer Linux-versies, maar die hele, echt die clubs die dit soort dingen allemaal gebruiken. Allemaal Windows. Allemaal Windows. Grote Windows design. Alle PCB, ook de meeste PCB design software, is ook allemaal Windows. Al die elektronica software, allemaal Windows. Maar ja, er is een open source ding voor die Lattice chips. En daarom is het ook leuk om, dan kan je dat gewoon zo. Leuk mee spelen, want om dan eerst Windows te gaan installeren, dan is er wel weer een mini-versie gratis van die development software. Want ja, daar maken ze dus ook dik winst op, hè? Die grote clubs. Omdat het best wel ingewikkelde software is. Dus je hebt hier een design tooltje voor, iStudio, open source, zowel. Er zit een Verilog compiler in, dus je kan het command line tooltje met VI jouw hardware intypen. Maar je kan het ook grafisch doen. En voor het begin is grafisch veel leuker. Want dan heb je namelijk geen syntax errors. Goed. Ik ben op twee derde van mijn verhaal. Ik heb nog een kwartier over. En nu komt het leuke ding, leuke gedeelte, want nu gaan we het echt doen. Maar vragen tot nu. Ja. Als het allemaal parallel is, waarom ik er dan opgepot snelheid? Wat zei je? Als alle verwerking parallel gebeurt, waarom heb je dan nog een klok snelheid van 250 minuten? Omdat je op een gegeven moment, als jij 250 MHz signaal daarin stopt, dan heb je capaciteit en of in ieder geval dat signaal dat varieert. En omdat
De elektronica heeft even tijd nodig om lading op te bouwen om door te geven. Dat gebeurt allemaal op de chip en daar zit een grens aan. Ja, maximum schakelsnelheid. En hoe groot dat die cellen zijn. En als het van de ene kant van de chip naar de andere kant van de chip... ja, dat zijn fracties van nanosecondes. Maar het geeft wel een maximum op de frequentie waar je zo'n ding op kan draaien. Ja? Daarop doorvragen, wat gebeurt er dan in één klokpuls? Is dat van I.O. van I tot O? Of van cel tot cel? Nee, van I tot O. Als jij dus die logica hebt, als je gewoon logica hebt, je zet het erop en het komt eruit. En er is misschien een mini-delay, omdat er op die chip lading moet opgebouwd worden om een gate open te zetten. Die heeft een bepaalde lading nodig. Dat duurt even, er zijn een paar elektronen voor nodig. En ja, die elektronen die komen per stuk. Duurt dat even. Maar het is gewoon... Reet is snel. Het is niet dat je een klokpuls moet wachten voordat het... Dat kan je wel programmeren. Hè? Als je een flipflopje erin zet, dat hij dat pas op een klokpuls doet. Dan doet hij dat pas op die klokpuls. Maar als je gewoon combinatorische logica hebt, dan... Als je erop zet, is er. Ja. Tijdens het compileren zet je een logische programma om naar... Bitstream, ja. Ja, je zegt van, ik compileer dit voor die chip. En dan zegt hij van, dat gaat niet passen, want ik heb te veel blokjes. Of ik, geavanceerde software, die optimaliseert het dus ook voor timing op de chip. Zodat die tijd die nodig is om die elektronen dat gateje open te laten zetten. En dat signaaltje van de ene kant naar de andere kant van de chip te komen. Minimaal is. En dat soort dingen kan je dan ook weer allemaal simuleren. En als je zo'n ding met 100.000 gates hebt en je doet daar iets mee, en er zit heel veel, combinatorisch in, maar ook sequentieel, dan moet je dat simuleren. Maar het mooie is, je kan dat simuleren en je kan dat optimaliseren. En er is heel veel, hè? In plaats van. Ik heb het hier op een board en ik heb het daar op een printboard en de delay van daar naar daar van het signaal is te groot, zodat het niet op tijd aankomt. Ik moet mijn board redesignen. Dan gaan we weer terug naar 3 maanden geleden. Goed, ik ga nu eventjes demonstreren hoe het werkt. Als de demo gods... Murphy's Law, ja. Goed, dit is, ik zal eventjes laten zien. Dit is dus het woordje. En als ik hem dan... Ik heb hier die grafische omgeving, waarbij ik een heel simpel iets heb gemaakt. Dit is een delertje, hier komen pulsjes uit. En die pulsjes, die heb ik naar een output, weet je wat ik doe? Hup. Dat is veel leuker. Ik ga het gewoon even bouwen. Ik heb een Prescaler 22, dat is een ding wat die 12,5 MHz van het boordje deelt door 2 tot macht 22. Dus hier gaat die 12,5 MHz in, dat zit er al in dat dingetje. Want ik kan dat... Dat zit zo. Kijk hierin. Zo is dat gedefinieerd in die hardware description language. Maar dat is nu eventjes te veel om daar aan te hebben. En ik neem daar een bitje een output. Ik noem dat LED. Oké. En dat verbind ik even aan elkaar. Zo. Nu is dat naar output, dat heet alleen nog maar LED, maar hier zitten 8 LED'jes op dat boordje. Ik heb het boordje gedefinieerd in dat ding. Dat is een Alhambra 2 boordje, die heeft 8 LED'jes. En dan neem ik gewoon een LED'je. Nou,
Nou heb ik geleerd als je dan goochelaar bent, dat je dan moet vragen welk ledje. Want anders had ik het nooit helemaal kunnen voorbereiden. Hè? Dus ledje 3. Goed, ledje 3. Goed, fantastisch. Ik ga de magische dingen ga ik doen. Ik heb dus nu iets... Hij doet wat, want er zit een programmaatje in. Ik zal even laten zien. Er zit een programmaatje in. En als je goed kijkt, kan je zien dat ledje 1, als je bij 0 begint te tellen, ledje 1 knippert. Nou, wat zullen we nu verwachten? Hier komen pulsjes uit. En dan gaat dat naar ledje 3. Dus ledje 3 zal gaan knipperen. Of in ieder geval, dat heb ik geleerd van het spelen hiermee. Ik doe beeld. Nu gaat hij compileren. Placen, routen. Hij heeft een bitstream gemaakt. Ik zal je daar ook laten zien hoe dat is. Doe ik upload. Start upload. Gaan een lampje branden. Zijn we er al? Nee, nog niet. En ja, het plant een ledje. Maar welk ledje? We gaan kijken. Het is ledje. Goed. Dit is natuurlijk allemaal heel leuk. Maar hoe ziet het er dan uit? Nou, daarvoor heb ik een ander ding. Iets ingewikkelder, want dit is... even kijken, ik doe close. Dit is niet... Dit is veel leuker. Want wat doet dit ding? Ik heb hier een schakelaartje. Er zitten hier 2 knopjes op. Ik heb hier nog een schakelaartje. Het ene knopje daarmee... wil ik het... Dit is een tellertje. Het ene knopje wil ik het tellertje starten en stoppen. En het andere knopje wil ik het tellertje resetten. Nou, dit ene knopje, hier zit een blokje dat zorgt dat het... zo'n schakelaartje, dat pulst altijd wat na. Als je er 1 keer indrukt, dan doet het niet 1 pulsje, maar een paar 100. Dus dat wil ik eruit halen. Ik heb hier een flipflopje, dus als ik het 1 keer indruk, dan wordt dit signaal hoog. De andere keer wordt dit signaal laag. Nou, dit blokje hebben we al gezien. Dat is dat delertje, hier komen pulsjes uit. Dat gaat in een endpoortje. Als dit signaal hoog is, dan komt dus dit eruit. Het is een soort deurtje. En wat heb ik hier? Hier heb ik gewoon... Hier heb ik in VHDL... In VHDL heb ik geschreven... Ik heb een output met 7 dingetjes... Ik doe altijd op de positieve flank van de klok, dus als het kloksignaaltje hoog wordt, kijk ik of het resetknopje, of dit signaal hoog is. Zo ja, dan wordt het 0, anders tel ik er 1 bij op. En dit is een binaire teller. En die output gaat naar 7 ledjes. Van 0 tot en met 7. Dus je verwacht een binaire teller. Nou, 8 ledjes, sorry. Bij 0 beginnen te tellen. Ja, ik ben geen informaticus, hè? Ik ben elektrotechneut. Ik begin bij 1 volt. Dus ik doe beeld. Beeld dan. En dan doe ik upload. Gaat hij uploaden. Ja, klaar. Nou, nu gaan we kijken. Het cameraatje weer hebben. Zo. Nu doet hij dus niks. Al die ledjes zijn... Nee, want we moeten op een knopje drukken. Dan begint hij te tellen. 1, 2... Zo, een binaire teller. En als ik het op het andere knopje druk... Wat gebeurt er dan? Bij jou 1 misschien. Hé. Hey. Dat is een goeie. Dus, we hebben eventjes een stukje hardware... middels software in dit ding geschoten. Nou... Hier zitten nog veel meer poortjes aan en zo. Allemaal, hè, je kan hier zo'n Arduino head opzetten. Maar ik ga wel eventjes laten zien wat er nou voor fantastisch is uitgekomen. Moment hoor. Hoe ziet dat er dan uit? Nee, dit wil ik niet. Hoe moet dit? File. Open. Ja, gewoon VI, maar dat is niet zo mooi. Want hier heb ik een...
ben ook al wat ouder. Kijk eens, hoe ziet, dit is nou Verilog. En hier staan dus eventjes, hier staat de definitie van dat ding wat ik straks had. En nou, even heel simpel, er zijn allemaal losse blokjes. Maar als je dus kijkt, dit stukje code, is die code die ik hier had getypt. Even. Wat zei je? Mijn font wordt groot, ja, dat kan. Zo. Ja. Maar dit is dus wat die compiler genereert. De grafische omgeving genereert aan Verilog. Die hardware description language. Dit kan je dus ook gewoon typen, hè? In VI. En vervolgens, wat komt er dan uit? Open. Dit. Dit kan je ook typen, maar dat staat een beetje verder van dat plaatje wat je zo straks af hebt. Dat andere, dat kon je nog bedenken, dat een relatie had. Maar dit komt er dus... Ja, dit kan je ook met de hand solderen. Maar... Ja. Dit is met de hand, als je heel veel van die celletjes had en een matrix erboven, dat je met de hand die verbindingjes legt. Ja, dit is dus waar een 1 staat. Hier is er een verbindingje in die matrix. Nou, dit wordt dan dus weer door een ander algoritme in een binaire stream omgezet. En die binaire stream gaat dus over die USB-kabel in die flash memory. En dan wordt er heel hard reset geroepen. En dan gaat die FPGA, die leest die bitstream uit dat flash en programmeert het ding. En nu heb ik nog 1 minuut... Oh, 2 minuten over. Voor vragen. Ja. Open source. Dit is open source. Hier kan je voor deze kleine dingen kan je daar goed mee en niet super hoogfrequent dingen doen. Hier kan je vrij simpele dingen kan je hier gewoon wel mee doen. De volgende stap is dat je de onderliggende bijvoorbeeld placement en synthetiseert tools vervangt door de tools die meneer de leverancier levert, die dan misschien niet meer open source zijn, maar dan nog wel vrij zijn. Hè? Niet meer open source, maar wel gewoon, je hoeft er niet voor te betalen. En er zijn ook meerdere dingen die gewoon op command line voor bepaalde families, FPGA's, meer complexe dingen doen. Maar dit is iets wat heel, heel erg nog weinig open source voor is. Dit is dan het enige wat makkelijk is en open source is en waar je mee kan beginnen. Maar al heel snel, als je dus dingen met hele grote of andere vendors wil hebben, dan zit je toch weer aan vendor tools die dan... Ja, niet open source zijn, op niet non-preferred platforms lopen en dat soort dingen. Hier is nog wel veel werk aan de winkel in de open source community. Nog 1 vraag. Ja. De reden dat ik nooit met hardware wil spelen, is omdat er bij mij altijd Magic Smoke uitkomt. Ja. Is dat met die FPGA's ook? Die uit die FPGA's kan Magic Smoke komen, maar dat ligt niet aan de FPGA, dat ligt aan jou. Maar deze kan heel, heel veel hebben hoor, want ik heb hier wel eens dingen mee gedaan waarvan je denkt van dat hij het nog doet, is wel een wonder. Dankjewel. En mocht je nog vragen hebben of
Je weet mijn e-mailadres en anders staat het op de slides. Anders bellen we je dan. Ja, mag. Maar of ik opneem is het tweede.